een aanhouderwind, een aanhouderwind. Je kunt gewoon zitten wachten, ter het wonder is geschied. Hij is zo door de media ongelooflijk helemaal tot de grond toe afgebrand. Volkomen onterecht, omdat er een paar jonge, onervaren verdedigers hun werk niet goed deden. En daar kreeg hij de schuld van, wat natuurlijk volkomen onterecht is. Als dan de media vragen stellen, omdat het plotseling allemaal heel anders is, dan heeft hij geen zin om dan plotseling allemaal halleluja en zo te roepen. Hij is wel de verantwoordelijke man en daarom zei hij, als we van Letland verliezen, dan hou ik ermee op. En daar heeft hij ook gelijk aan. He, want dan werkt het dus kennelijk niet. Maar het was een prima wedstrijd en 6 mooie goals. 2 van Klaas-Jan. Het is een spel. En ik denk, er zijn weinig mensen die het beter kunnen dan Guus. Hij is heel slim. Er zit een plan achter wat hij nu doet. Dat blijft geen twijfel. Gaat hij door, denk je? Er is nu heel veel twijfel, hè? Ook door zijn uitspraken weer van gisteravond. Ja, maar ik denk dat hij wel doorgaat. Een aanhouderwind, een aanhouderwind. Je kunt gewoon zitten wachten, ter het wonder is geschied. Een aanhouderwind, een aanhouderwind. Ter het prunken hebben we.